als je alleen maar in de kranten zou kijken of naar de televisie, dan zou je denken, ze hebben niks anders gedaan dan over de banencarousel gesproken. In werkelijkheid stonden er een paar hele belangrijke inhoudelijke punten op de agenda, waaronder klimaat en energie. Daar zijn dus ook hele belangrijke besluiten genomen. Die besluiten gaan niet ver genoeg, want op twee punten ben ik teleurgesteld in wat er besloten is. In de eerste plaats is besloten om het definitieve beleidskader voor de Energieunie door te schuiven naar de oktobervergadering van de Europese Raad. Op zichzelf ben ik nog steeds wel onder de indruk van het tempo waarin dit alles gaat. Want een paar jaar geleden zou niemand eraan hebben kunnen denken dat we nu al in 2014... over een energieunie serieus met elkaar zouden praten zonder in lachen uit te barsten. Hetzelfde kun je natuurlijk zeggen over een begrotingsunie. Hetzelfde kun je zeggen over een bankenunie. Nu hebben we een energieunie, bijna. Maar ja, het is dan pas weer oktober dat we dat beleidskader vaststellen. Tweede is dat ook deze Europese Raad, terwijl die uitgebreid zich heeft gebogen over energie- en klimaatbeleid, niets heeft gezegd over die CO2-prijs. Dit ondanks het feit dat ze een heel belangrijk advies hebben gehad in een rapport van hun eigen ministers van Klimaat en Energie. Dus een groep van 13 Europese ministers verantwoordelijk voor klimaat en energie. Vanuit Nederland doet Wilma Mansveld in die groep mee. En die hebben ook in hun rapport gezegd prioriteit zou moeten hebben een scherpe, hoge prijs voor CO2. Want de terugdringen van CO2-uitstoot en die CO2-prijs en het ETS, dat hoort het belangrijkste instrument van Europees energiebeleid te zijn. Dat is het nu niet en dat moet het wel worden. Betekent dat het eigenlijk een tandenloze tijger is? Ja, zuchtte hij toen. Dat is altijd het probleem met dit soort zaken. Als er verder niets zou gebeuren, dan is dat zeker een relevant commentaar. Is het niet alleen maar een nieuwe papieren tijger die we optuigen. Doen we het een beetje voor de bühne, de show. Tandenloze tijger. Maar dat zeggen we van de bankenunie denk ik ook niet meer. Dat zeggen we van de begrotingsunie ook niet meer. En ik ben ervan overtuigd, al duurt het wat langer dan ik denk dat verstandig zou zijn. Ik denk dat de urgentie van het probleem zo groot is dat we het nu hadden moeten doen. Maar over een paar maanden is het ook goed. En als je kijkt naar de ontwikkeling in een reeks van jaren, dan moet je toch onder de indruk zijn. En denk ik dat ook nu in de juni-vergadering van de Europese Raad echt belangrijke stappen vooruit zijn gegaan. Zijn gezet op het gebied van klimaatbescherming en energiebeleid.